ben hier bij de NS in Haarlem. In wat ik geloof het oudste NS-gebouw is van het hele bedrijf. En in dit gebouw worden de oudste treinen weer gemaakt op de nieuwste treinen. Het was echt ontzettend indrukwekkend om te zien hoe zo'n oude bak echt van schroefje tot draadje tot moertje tot trapleuning tot vloerdeel uit elkaar gehaald wordt. En hoe al die materialen weer opnieuw gebruikt worden. Het grootste gedeelte gaat gewoon weer terug in de nieuwe trein. En daarbij wordt er zelfs opgelet dat die ene trapleuning die bij de trein A hoorde ook echt weer in trein A terugkomt. En daar zit een heel logistiek concept achter. Maar prachtig om te zien dat bijna 100% van alle materialen echt opnieuw gebruikt wordt. En wat niet terug kan in de trein, wordt een mooie tafeltennistafel of een mooi klapboekje. Of een mooie plantenbak, ook daarvoor zoekt de NS dus. Dat is echt waanzinnig interessant en inspirerend om te zien hoe de mensen hier werken aan een volledig 100% circulaire trein. Niet alleen in Nederland, maar ze gaan ook al de boer op naar Europa.